Hallo. Nog net dat de handen elkaar niet raken. Nog een keer? Ja, maar waar jullie ongeveer net stonden? Stop, ja? Ja, dit is mooi. Ja, dit is mooi. En kijk nu eens naar boven, in de lens. Kijk nu eens in de lens. Oh, ja, nee, de handen iets verder van elkaar. Ja, zo, dit is mooi. Ja. 1. Dat is weer een auto erachter. 1, 2, 3. Heel mooi. Je zegt helemaal perfect. Maar dan moet ditzelfde. Fotograaf Sjaak Verboom maakte de meeste foto's voor de artikelenreeks Bonte Coalities. Dat is een RD-serie over gemeentebesturen waarin politieke tegenpolen zitten. Voor de grote foto's maakte Verboom gebruik van een nieuw foefje. Een trap om hogerop te komen heeft Verboom niet meer nodig. Dit is mooi. 1, 2, 3. En kijk nu maar een keer in de lens. 1, 2, 3. Nou, zullen we een keer de echte hand geven? Doe maar. Super. Hier is Verboom aan het werk in Vlissingen, waar hij twee politici op de foto zet. Wat ik steeds doe is voor het stadhuis, voor het betreffende stadhuis, de twee wethouders die geïnterviewd worden, die zet ik daar neer. En dan heb ik dit statief met die camera erop en die gaat helemaal de lucht in. En dan kan ik op mijn iPhone die communiceren met elkaar. Kan ik hier dus zien wat op de camera te zien is. En dan maak ik de compositie en dan kan ik ook hier de foto mee maken. En dan wordt die nog wat bewerkt, natuurlijk wel op de computer. Maar zo krijg je dus een soort uniform beeld, steeds een stadhuis. Dus je lokaliseert de plek op de foto en steeds mensen. En dan moet er ook iets gebeuren tussen die mensen. Uiteindelijk komt de foto terecht op de beeldschermen van de opmaakredactie van het Reformatorisch Dagblad. En even later verschijnt die foto in de papieren krant.